Over 4 weken wordt in de heuvels rondom Berg aan Dal de 7 voor Leven gereden. Een wielertocht om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Het parcours is pittig met venijnige klimmetjes en gevaarlijke afdalingen. In een speciale kliniek kunnen deelnemers zich daarop voorbereiden. Klimmen met de racefiets kan heel pittig zijn. En afdalen kan erg hard gaan. Onder leiding van Maud Adriaansen gaat een groepje het parcours van 7 voor Leven verkennen. De gouden tip is niet te zwaar. Niet te zwaar verzet. Betekent veel omwentelingen maken met je benen. Afdalen is ook een kunst. Zwaar schakelen en voldoende remmen als het nodig is. Kom op, laatste stukje. Lekker gedaan. Maar wat is nou leuker? Klimmen of dalen? Klimmen. Gewoon even doorgaan, doorbijten. Opgeven is geen optie. Op dit moment dalen. Gewoon hard naar beneden. Dat geeft een lekkere sensatie. Het zwaarste is te klimmen, maar het leukste is afdalen. Wat is de specifieke techniek voor het klimmen? Zo licht mogelijk. Zo klein mogelijk verzet. En dan gewoon fietsen. Koffiemolentje. Ja, blijven malen. Want dadelijk gaan ze natuurlijk een hele dag fietsen voor het goede doel. En dan is het wel heel fijn als ze gewoon veilig het rondje kunnen fietsen. Het ervaren hoe het nou echt werkelijk is.